Claudia Muntelaar is wijkverpleegkundige in de wijk Kostverlorenhof in Amstelveen. Sommige mensen kunnen niet zelfstandig hun medicatie innemen, zoals bij deze meneer. Dus we gaan nu even bij hem langs. De pillen die de patiënten dagelijks slikken worden aangeleverd in zogenaamde baksterrollen. Staan hier. Lange strips met pillen in zakjes met daarop veel te ingewikkelde informatie. Ik kan het niet lezen. Van wanneer zijn die? Dat moet simpeler kunnen, dacht Claudia. Mijn idee is dat ieder zakje een eigen kleur gaat krijgen. En dat alleen de dag van de week en het tijdstip van inname daarop genoteerd staat. Door de oplossing met de gekleurde zakjes is Claudia nu een van de 5 kanshebbers voor het beste zorgidee 2016. Dat is eigenlijk een heel simpel idee. Ja, maar het voorkomt echt veel fouten. De thuiszorg hoeft daar ook minder vaak langs te komen bij cliënten omdat ze het zelf kunnen doen. Nou, dat scheelt natuurlijk heel veel geld. De mensen die houden gewoon hun zelfredzaamheid die kunnen gewoon hun dag zelf indelen zonder dat ze op de thuiszorg hoeven te wachten. Maar voor Giel is dat minder. Ik heb liever dat men de pillen komt uitreiken als dat ik het zelf moet doen. Voor de gezelligheid? Voor de aanspraak om te controleren hoe het met me gaat. Op 9 november wordt bekendgemaakt wie het beste zorgidee van Nederland heeft.